Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname houdt 2022 summit met staatshoofden buurlanden. Suriname heeft partners nodig om gezondheidszorg te verduurzamen. LVV-minister Seudin op bezoek bij Waterschap Nederland. Bijkans 360.000 prikjes uitgedeeld in Suriname. Meer structuur binnen COVID-19-communicatie en Delta-variant slaat toe in Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het in de planning ligt om in januari 2022 een summit te houden met de staatshoofden van Surinames buurlanden. Het doel van deze bijeenkomst is om voor de hele regio een economische zone te maken. De cruciale speerpunten zullen zijn milieu, investeringen en infrastructuur. Het Surinaamse staatshoofd deelde deze informatie tijdens de Suriname-Nederland Business Forum in Den Haag. Kijkt u mee. Op middellange termijn, lange termijn, hebben we plannen om te starten met die oil and gas production. Waar we die expression of interest al hebben doen uitgaan. Voor alle bedrijven die geïnteresseerd zijn om te investeren in die shorebies. Meneer Arendjagis, er is nog tijd voor die expression of interest, of is het al afgesloten? Er is nog tijd. Voor opzetten van haven. Vandaag hebben we een bezoek gebracht in Rotterdam. Ook daar heb ik die boodschap achtergelaten. De mogelijkheden er zijn. En liever vandaag dat je een besluit neemt. Want die oliegiganten die gaan starten met de exploitatie in 2025. Die gaan niet wachten op een shortbase in 2024. Die moeten nu overeenkomsten sluiten. Daar zijn die kansen. Maar tegelijkertijd te starten met die gasexploitatie. Die er is daar in Guyana. En die op dit moment niet geëxploiteerd wordt. En die is daar in Suriname. Door deskundigen helemaal gecalculeerd. In volume. Van beide landen. En dat die gebruikt kan worden als goedkope energie. Voor het opzetten van de industrial park. In het westen van het land. En doortrekken van de pijpleiding naar het zuidwesten, waar de grote hoeveelheden bauxiet aanwezig is. En samen met Guyana te starten met de bauxietexploitatie. En met Brazilië zijn we al bezig om gesprekken te voeren om een resterend hoeveelheid aan energie te exporteren naar Brazilië, waarbij ze daar in het noorden van Brazilië met project Arco Norte enorm veel energie nodig hebben. We hebben al gepland in januari om die summit te houden met de presidenten van Guyana, Brazilië en Suriname in Suriname. En we hopen ook Frankrijk aan boord te krijgen. Zodat we voor de hele regio Guyana's en Brazilië een economische zone daarvan kunnen maken. Met speerpunten als milieu, investeringen, infrastructuur, die brug die over de Quarantairrivier komt en Suriname met Guyana verbindt en de brug die over Marowijnenrivier komt en Suriname met Frans-Guyana verbindt, tegelijkertijd richting zuiden. Dat zijn de grote projecten. Maar deze ontwikkeling gaan we niet kunnen doen met 550.000 mensen. En is de uitnodiging die ik richt aan jullie. Kom en laten we samen de opportunities bekijken. Laten we samen kijken waar die belemmeringen zijn. Die ook moeten wegmaken. Daarvoor zijn er regeringen. Om belemmeringen weg te maken. Om voorwaarden te scheppen. Dat u zaken kunt doen. Waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Op basis van transparantie. Op basis van eerlijkheid. En dat wij als regering daar zitten. Om jullie te bedienen. Maakt u er gebruik van. This is the new government. We are at your service.
Suriname heeft partners nodig om haar gezondheidszorg te verduurzamen. De zorg verkeert op dit moment in een transformatieproces en het beschikbare budget dient herordend te worden. In dit kader zijn er mogelijkheden voor Surinaamse bedrijven om als partners de samenwerking in de Surinaamse zorg te verduurzamen. Zo sprak minister Amar Ramadin van Volksgezondheid op donderdag 9 september tijdens het Suriname-Nederland Business Forum in Den Haag. De gezondheidszorg in Suriname die is in een transformatieproces op dit moment. We hebben een issue en een financieringsprobleem. Daar ga ik niet omheen draaien. We moeten de beschikbare middelen in de zorg, het budget in de zorg, uiteraard gaan herordenen. En dat is niet echt een financieringsprobleem, maar een bekostigingsprobleem. Dus je gaat de gelden die beschikbaar zijn in de zorg proberen te gaan allokeren naar de gebieden waar het meest noodzakelijk is. En inderdaad, voor de bedrijven als Philips en Siemens, waar overigens Suriname reeds al goede zaken mee doet, al een hele poos, liggen er ook opportunities. Zeker als we kijken naar de aanschaf van medische apparatuur, de inrichting van onze zorg op het gebied van equipment, dan kijken wij uit vanuit Suriname naar betrouwbare partners, maar ook partners. Het heeft te maken met de zorgkwaliteit. Dus je gaat moeten werken met partners die reeds hun sporen verdiend hebben in de zorg. En wij nodigen, zeker vanuit Surinaamse zijde, bedrijven als uwe en Siemens uit om nog verder die samenwerking die er eens bestaat te gaan verduurzamen. En te kijken wat we op de long run, omdat de zorg nou eenmaal, we zullen altijd moeten afnemen bij bedrijven. De zorg is iets wat essentieel is. Dus wij willen liever kijken naar niet het moment, maar liever voor een duurzame agreement. En ik denk dat er wel genoeg mogelijkheden bestaan voor overleg. Minister Parmanant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het kader van de drinkwatervoorziening, oppervlaktewaterzuivering in de Suriname rivier en waterschappen een bezoek gebracht aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij heeft daar met de leiding van het waternet van gedachten gewisseld over de bestaande samenwerking op eerder genoemde gebieden. De Surinaamse regering wil die samenwerking uitbreiden en verder verdiepen. Volgens de bewindsman zal er met de deskundigen gesproken worden hoe het bodemwater van Suriname gezuiverd moet worden. Het gaat bij deze ontmoeting om het totale waterbeheer, aldus minister Seudin. Van belang is hoe wordt omgegaan met de waterbronnen en hoe de kwaliteit beheerd gaat worden. Ook zullen er mogelijkheden voor trainingen bekeken worden. De bewindsman benadrukt dat in zekere mate rekening gehouden zal worden met klimaatsverandering. Sander Mager, dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, noemde het een genoegen om met minister Seudin te communiceren. Partijen hebben zich gebogen over onder andere kwaliteit en kwantiteit van water en de uitdagingen van klimaatveranderingen. Tot en met 8 september zijn er bijkans 360.000 personen gevaccineerd in Suriname, waarvan 209.000 een eerste prikje en een aantal van 150.000 een tweede prikje heeft genomen. Deze informatie werd op donderdag 9 september 2021 gepresenteerd tijdens een persconferentie van het Outbreak Management Team. Uit de keuze van de 4 vaccins zijn meer dan 189.000 personen ingeënt met AstraZeneca, 480 personen met Moderna, ruim 6.500 met Pfizer en meer dan 13.000 met Sinopharm. Hier wil ik u graag laten zien hoe het tot nu toe gaat met het vaccineren in Suriname. U ziet hier in deze grafiek 3 lijntjes. Ik weet niet of ik die kan aanwijzen, dat denk ik niet. De bovenste lijntje, het blauwe lijntje, is het totaal aantal vaccinaties wat tot en met 8 september gegeven is. Dat zijn al 359.000 prikjes. En dan ziet u daaronder het lijntje met het aantal eerste vaccins, de eerste doses die gegeven zijn. Dat zijn
er 209.000 en het aantal tweede prikken, dus de volledig gevaccineerden, 150.000. En hier ziet u dat dan in een wat overzichtelijkere manier misschien. Het aantal gevaccineerden met minimaal één dosis in Suriname. Zoals net al gezegd, 209.000 en 137 personen in Suriname hebben nu minimaal één prikje gekregen. En dat is 43% van de doelgroeppopulatie. En wat is de doelgroeppopulatie? Dat is iedereen die in Suriname woont die 12 jaar of ouder is. Want voor iedereen boven de 12 zijn vaccinaties nu beschikbaar. Gedeeltelijk gevaccineerd 12,27% van de doelgroeppopulatie en volledig gevaccineerd 31%. En dan uitgesplitst per vaccin. U weet dat we in Suriname inmiddels een hele luxe positie hebben, waar we onszelf zeer gelukkig mee mogen prijzen, met de beschikbaarheid over maar liefst 4 soorten vaccins. AstraZeneca is er sinds februari al. Daarmee is verreweg het meeste gevaccineerd. Daarna zien we dat er met Sinopharm heel veel gevaccineerd is, al 13.000 eerste doses. En Pfizer is pas kort aanwezig, maar ook daarmee zijn al 6.500 mensen hebben minimaal 1 prik gekregen. Nou, dat even over de data omtrent de vaccinaties tot nu toe. Dan gaan we nu even naar het stukje bijwerkingen. Daar zijn vanuit de samenleving veel vragen over gekomen. Hoe worden door het vaccinatieteam de bijwerkingen van vaccinaties in de gaten gehouden? En is het allemaal wel veilig wat we doen? Ik zal u even meenemen in hoe die gang van zaken gaat. We noemen het AEVI-monitoring en AEVI is een Engelse term dat staat voor Adverse Events Following Immunization. En ja, vrij vertaald in het Nederlands zijn dat eigenlijk alle ongewenste gebeurtenissen die na vaccinaties plaatsvinden. Dat zijn niet per se bijwerkingen, dus vooraf weet je niet is dat aan het vaccin gekoppeld of niet. Maar alle ongewenste gebeurtenissen, dus een ieder die zich niet lekker voelt, waar iets vervelends mee gebeurt, dat mag je als AEVI registreren. Voorbeelden van meldingen die we binnenkrijgen, mensen die flauw vallen vlak nadat ze gevaccineerd zijn, mensen die hoofdpijn hebben of koorts hebben de dag na de vaccinatie, of iemand die in het ziekenhuis opgenomen wordt een paar weken nadat hij zijn eerste prik heeft gehad, dan onderzoeken we ook altijd of dat een verband met elkaar kan hebben. We krijgen die gegevens binnen doordat de mensen die gevaccineerd zijn zelf naar ons bellen of een berichtje sturen. De nummers waarop dat kan staan op de vaccinatiekaartjes. Dus iedereen kan het team laagdrempelig bereiken. En ook artsen die iemand zien waarvan ze denken dit zou een relatie met het vaccin kunnen hebben, kunnen telefonisch melden, via een Google Form melden of een e-mailbericht sturen. Het COVID-19 Outbreak Management Team heeft gemeend een andere communicatiestructuur toe te passen naar de samenleving en de media toe. Dit deelde Sunita Nanapandey Gopi Singh mee tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 9 september 2021. Volgens de voorzitter stuurgroep COVID-communicatie zal de COVID-19 persconferentie nu wekelijks gehouden worden met andere sprekers. We laten de medisch directeur van het 's Lands Hospitaal aan het woord. Ik ben aangesteld als voorzitter van de stuurgroep COVID-communicatie. Dus COVID houdt dan in de COVID-ziekte en ook nog de vaccinatie erbij. We hebben gemeend een andere structuur te maken ten aanzien van communicatie naar de samenleving en naar u als onderdeel daarvan, de media, toe. En die structuren bestaan dus uit een stuurgroep, een expertpanel waarmee we 2 wekelijks contact onderhouden om ons te laten adviseren
En we hebben ook een screeningscommissie waarbij we dus producten die we naar de samenleving toe willen brengen, laten screenen op inhoudelijk en op vormkwaliteit, et cetera. U heeft één ervan gezien en het is een prachtig mooi filmpje van dokter Richters en een zwangere die dus aangeven waarom het belangrijk is om je als zwangere te laten vaccineren. Dat is een van onze eerste filmpjes, maar we hebben meer producten al. We hebben flyers, we hebben ook een filmpje over de Delta variant. We hebben ook een filmpje van een zanger die graag terug wil naar het normale. Dus zo zijn er een aantal zaken al gelaunched. Natuurlijk zijn er meerdere actoren bezig met communicatie richting de samenleving en dat is prima. Wij houden dat wel allemaal zo'n beetje bij en we vragen ook samenwerking daarmee. En we proberen dan met z'n allen de burgerij, de samenleving, de media erbij te betrekken, zodat we met z'n allen kunnen werken naar het doel waar we naartoe streven. Dat we met z'n allen uiteindelijk beschermd zijn en dat we dat COVID-virus met z'n allen goed kunnen weerstaan. Want uiteindelijk moet dat gebeuren. Dat virus zal niet weggaan. Maar wij moeten onszelf zodanig sterken met alle preventieve middelen die ons bijstaan. Zodat we dat grote, dikke schild kunnen vormen om ons heen. Niet alleen om onszelf heen, maar om onze hele samenleving heen. Om ons te beschermen tegen het virus dat kennelijk ons continu wil aanvallen. En ook allerlei strategieën uitvindt om zichzelf te veranderen en ons ziek te maken. Dus dat is het doel van de nieuwe communicatiestructuur. Een van de middelen is dus een wekelijkse persconferentie die we zullen beleggen. En het hoeven niet altijd dezelfde sprekers te zijn. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen uit het veld hier aan tafel te hebben. Ik zit hier ook als medisch directeur van een van de ziekenhuizen. En ik kan ook meegeven dat er dus dagelijks, net wat de artsen hier hebben beschreven, het is alsof je dus zwemt en je probeert boven te blijven, maar je wordt continu naar beneden getrokken en je probeert met al je kracht en macht om boven water te blijven. En dat is eigenlijk de boodschap dat we aan jullie willen meegeven, de media als bondgenoot, richting de samenleving toe. Dat jullie ons ook bijstaan in het geven van die adviezen, voorlichting, informatie. We zijn er altijd te vinden als er vragen zijn en we staan open voor het geven van de nodige informatie. We weten dat waar de COVID-19 Delta variant geïdentificeerd wordt, mensen veel sneller besmet raken. Ook in Suriname is dit thans het geval. Er zijn meerdere maatregelen die we zelf kunnen nemen om onszelf te beschermen tegen het virus. Was en ontsmet uw handen regelmatig. Draag een mond- en neuskap. Houd de nodige afstand. Vermijd drukke ruimtes. Zorg voor een goede ventilatie in woon- en werkruimtes. En laat u zich bovenal vaccineren. Mekwi fiti at takrusikidisi. We zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Ik wens u een goed weekend toe.